beste kiekers, daar staan we dan. De abdicatie en de opkomst van de nieuwe hoogheid van de peperbussies. En we zitten weer bij het gezellige zomers. Het is wel in de winter, maar op dag niet een plas. En we zijn kijken of we eruit zien. Hè? Nieuwe jessies, met de naampjes erop. Kijk eens hem. Randy heeft Sogan, die zit natuurlijk achter de camera. Maar we gaan er eens even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. En dan zullen we straks wel eens even een mooi verslag doen. Gooi mee, Randy. Kom maar. Hoogheid, ik neem aan dat u het laatste woord wilt. Geachte carnavalsvrienden, ik wil iedereen bedanken voor een fantastisch carnavalseizoen. Het is een seizoen geweest met een lach en een traan. We hebben helaas afscheid moeten nemen van net even anders. En prins Faike die met problemen heeft met gezondheid. Waardoor we hem aan het begin van dit seizoen hebben moeten missen. Wat hebben we pet gehad? Met name het verzinnen van de naam, de spreuk, de leuze. Het uitzoeken van de jurk, de carnaval en alles voorbereiden. De onderscheiding en pins ontwerpen en laten maken. Tijdens de receptie heeft prins Decemel me uit een cocon laten kruipen. Prins Bali die zijn staf vergeten was en daarvoor in de plaats een mop kreeg. Het carnavalslied dat we met z'n allen hebben opgenomen. De prinsenspelen en nog veel meer. Ik wil graag Carlo bedanken dat wij dit samen hebben mogen doen. Dankjewel schat. Alaaf. En voor jou had ik even een kleinigheidje. Kijk eens hier al vast. Ja, ik heb de cadeautjes binnen. Een papiertje en een papiertje. Wat? Krachtige machetknop, jongens. Dankjewel. Ik heb begrepen, Carlos. Jij, nee, je bent nog altijd president Carlos. Slip of die dom. Dat jij het niet echt nodig vindt om nog een woord te doen. Want jij zei mij toen straks, ik ben er al mee getroond bij Jeugdrek. Maar ik weet, je hebt genoten. Wij hebben als vereniging enorm van jullie genoten. We hebben nog maar zelden een jaar meegemaakt waar alles zo vloeibaar ging, zo vanzelf en zo gemakkelijk. Jongens, voordat we jullie gaan adviseren namens de hele vereniging, dankjewel. Alaaf. Dan ga ik toch echt vragen aan onze voorzitter om de staf in ontvangst te nemen. De tiara. Wees er voorzichtig mee. Uw onderscheidingen. En ik neem aan dat daar ook de afschepping bij gaat komen. Ja, ik zie het. Palop. Dan graag de onderscheidingen vergezeld van de presidentenhanger. Wie hebben die vrienden? En als laatste graag Jan President de Sjerp. Mag ik even terug op los? De volgende dame van het bestuur. Jacques, wil jij de spullen brengen, aankleden, gebruiken om de applicatie te gaan starten? Jullie weten allemaal de naam Aurelia, die komt weg van een vlinder. Onze hoogheid heeft daar om persoonlijke redenen voor gekozen. En ja, dat gaan wij natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder daar gebruik van te maken. Allereerst krijgen jullie vleugeltjes. Ja, ook jij Carlos. Ik vergeet nooit meer de zin dat jij bang was dat je kolosje zou worden op het moment dat je te veel moest lopen. Dat gaan we oplossen. Vleugels worden het. Kan ik eindelijk wegvliegen? Nee. Ja, kijk daar naar boven. We hebben natuurlijk prachtige rozen voor je. Ik hoop dat de elastiekjes groot genoeg zijn, anders hadden we je toch wat verder moeten laten lopen van het weer. Ja, ja. Ja, dat komt goed. Dan hebben wij een hoedje. En je voelt hem al waar we naartoe gaan, hè? Wij hebben het wat vrij geïnterpreteerd, dat geef ik toe. Normaliter heb je dit op je dak als je met bijen bezig bent. Touwtje gaat niet passen. Maar wij hebben bedacht, met vlinders is dit ook erg handig. Ja. Zit die vast? Ja. Dat is hij goed.
Dan hebben wij voor jullie twee netjes. En dan wil ik Theo vragen om een ludiek deuntje te zoeken. Ik denk dat we toch naar My Butterfly moeten gaan. En ik heb uiteraard vlinders, maar ja, dat is die kwelerij en dat willen we niet. Dus daar hebben we een vrije variatie op bedacht. Wij hebben bellenblaas. Ik gebruik twee van onze dames of heren uiteraard. Saranda gaat live, dus dat wordt hem niet. Jullie beiden, willen jullie hun verzorgen dat ze de nodige vlinders bellen kunnen vangen? En ik leefde voor de lol. Ga maar raak bij die schepjes. Alles komt. Doe maar. En alles mocht niet ja, zoals een beetje beweging. Mag ik jullie voorstellen, de achtste hoogheid van Koninkrijksvereniging de Pepper Bussies. Prinses Priscilla en presidente Lisa Marie. En de staf, bewaar hem goed, bewaak hem goed. Het is roofgoed. Meneer de voorzitter, mag ik ook verzoeken de president? Ja. Wij, prinses Priscilla, achtste hoogheid van CV de Pepperbussies. Hertogin van Westerholte tot Sassendonk, beschermvrouw van de Chippendales, jong... jongvrouwen van de Franse Bul... en groothertogin van de rock'n'roll. Bij de gratie van zotheid en dwaasheid doen proclameren. Ten eerste dat wij de eer hebben bij de Pepperbussies te regeren zonder een carnavalsvierde te negeren. Allah. Ten tweede dat de prinses en presidenten veilig worden vervoerd van deur tot deur met onze vorsten als chauffeur. Allah. Ten derde. Al worden de feestjes nog zo laat, wij rekenen op de steun van de hele raad. Allah. Ten vierde, dat wij met alle hoogheden mooie feestjes mogen beleven. Aan ons zal dit zeker niet liggen. Allah. Ten vijfde, lachen, gieren, hossen en keten. Dit achtste jaar van de Pepperbussies zullen wij nooit vergeten. Allah. Ten zesde, dat een polonaise zonder ons is als een kip zonder kop. Daarom gaan deze dames een jaar lang voorop. Allah. Ten zevende, aan werken wordt even niet gedacht. Wij vieren feest op volle kracht. Allah. Ten achtste, ben je blank, geel, blauw of travestiet? Het maakt niet uit, geniet. Allah. Ten negende, ga genieten zonder zorgen en wees gerust, na elke laatste ronde komt er weer een morgen. Allah. Ten tiende, Blue Sweat Shoes was een enorme hit, dus voor onze mannen, deze Blue Sweat Shoes is keeping them fit. Allah. Ten elfde, ook tijdens het feest der zotten, is rock'n'rollen een must. Daarom is Elvis Presley ons thema. Einde met de rust. Allah. En tot slot onze leus. Met prinses Priscilla en presidente Lisa Marie on the floor. Rock'n'rollen we samen heel Sassendonk door. Allah. Mensen, dat was die dan.
We hebben een gezellige avond gehad. Het is goed bezocht bij de peperbusjes. We hebben een prinses en we hebben een presidente. Dan moet ik je niet meer naar de naam vragen, want het is in ieder geval mijn thema met Elvis. Het interviewtje doen we nog. En wie gaan er maar, is een mooi filmpje van mij, tenminste, dat doet Randy. Ik doe alleen maar de foto's. Dus ik zou zeggen, Randy doe het beste en wie gaat er van deur? Doei!